Jan Sporenberg is geboren in 1938 aan de Emmasingel. Na het Sinterklaasbombardement op de Philipsfabrieken in 1942 door de Engelsen is de familie terechtgekomen in een woning aan de Bosdijk. Daarna verhuisden ze naar een woning aan de Aalsterweg, waar ze de bevrijding meemaakten. Eindelijk zijn we weer baas op eigen erf en aan eigen haar. Verslagen is de vijand, van oost tot west, van zuid tot noord. Vervolgens verhuisde het gezin naar de Pauwlaan. Daar woont Jan nu nog steeds. Ja, mijn vader had het huis gekraakt. Er zaten in de oorlog Duitse soldaten, waren hier ingekwartierd. En na de bevrijding kwamen er Engelse soldaten. En mijn vader heeft die Engelsen zo ver weten te krijgen dat ze bij de overburen introkken. Daar zaten ook Engelsen ingekwartierd. Ja, daarna heeft hij in huis een kwitantie gevonden van de huur. Dat was 45 gulden in de maand. En die heeft hij overgemaakt aan de huisbaas. Die zeer onaangenaam verrast was, want die had toch de bedoeling eigenlijk dat zijn broer hier zou komen wonen. Maar hij heeft een avond zitten praten met mijn vader. En hij was een beetje vertederd, denk ik, door die kleine kindjes die er allemaal speelden. En toen mochten we blijven wonen. En dan ben ik opgegroeid, lagere school. Heel veel jonge kinderen van mijn leeftijd eigenlijk. We speelden veel op straat, dat kon in die tijd nog. Verkeer was er nauwelijks. Dus je kon heerlijk verstoppertje spelen, voetballen op straat. Je moest alleen uitkijken voor de politie, want het verhaal ging dat de politie de bal in beslag nam. Ik heb nooit een politieagent gezien, maar het verhaal ging en daar waren we benauwd voor. Bij de kerk ingeschakeld, missionair, bij de padvinderij, verkennerij was het toen. Hier en daar heb ik leren koken en een leuke tijd gehad. Middelbare school heb ik voor een groot deel doorgebracht in Valkenswaard op het toenmalige RK-HBS Valkenswaard, later Hertog Jan College, nog later Werenie, maar dat was na mijn tijd. Inmiddels had ik een leuk aanbod gekregen om agent te worden voor een Engelse hoedenfabriek. En mijn vader was inmiddels, had een eigen hooghoedenfabriek hier in Eindhoven, dus hij zat al een beetje in het modevak. Vandaar ook dat wij die tip kregen. En na mijn HBS-tijd ben ik daarom een paar weken naar Engeland gegaan om iets van het hoedenvak te leren. En daarna ben ik in militaire dienst gemoeten. Heb ik 2 jaar in militaire dienst gezeten en in 1960 ben ik gestart met mijn loopbaan als handelsagent. Ik was maandagsmorgens vertrokken hier met mijn autootje en de hele week zat ik in overal in Nederland in hotelletjes en bezocht ik mijn klanten en vrijdagavond dan reed ik weer terug naar huis. Ja, op de Emmasingel, daar was mijn vader de bedrijfsleider eigenlijk in de ouderlijke hoedenfabriek. Die had een oude fabriek die ergens opgericht moet zijn tussen 1806 en 1809. En die gedreven werd door de weduwe C. Sporenberg. Haar man was overleden, die was leerlooier van zijn vak geweest. Zij had de leerlooierij voortgezet en was er op een gegeven ogenblik bij begonnen met hoeden. En dat was vrij simpel. Je nam een hoedemaker in dienst en de werkplaats die had ze eigenlijk al in die looierij. Dus ze moesten wat gereedschappen kopen, wat grondstoffen en ze kon starten. Na haar dood is dat overgedaan, voortgezet door haar dochter, Allegonda. En van haar is bekend dat ze een heilig mens was, vertelde mijn vader altijd. En mijn vader wist daar eigenlijk niks meer over te vertellen wat erin stond. Alleen één ding had hij onthouden. Ze hadden een vertegenwoordiger in dienst en die ging naar Holland toe om daar hoeden te verkopen. En dan ging hij met de postkoets naar de Mos toe. Soms ook liep hij naar de Mos toe en dan werd er genoteerd in het kasboek 0,00, want er waren geen kosten gemaakt voor het vervoer. In 1942 werd het bedrijf gebombardeerd tijdens het bekende Sint-Nicolaas-bombardement. En van de fabriek was helemaal niks meer over.
Mijn vader, of ik moet eigenlijk zeggen mijn grootmoeder, want daar was het bedrijf van, is toen opnieuw begonnen in de Meerlaan, in een kleine werkplaats, achter een huis, achter een woonhuis. En daar werden hooghoeden gerepareerd eigenlijk. Grondstoffen waren niet meer te krijgen. Maar als je twee hooghoeden inleverde, dan werden die gesloopt en met de grondstoffen werd dan weer een nieuwe hoed gemaakt. Dat is zo doorgegaan tot de bevrijding in 1944. En toen was mijn vader zijn klanten kwijt, want die waren in het noorden, zaten die, en het noorden werd niet bevrijd. Dus toen is de fabriek gestopt, is stilgelegd en is mijn vader ander werk gaan doen. En in 1949 is hij weer opnieuw begonnen met de hooghoedenfabriek. En toen op de Verkinsbergenstraat. En dat werd een grotere hoedenfabriek. Er waren meer mensen in dienst. Dat schommelde zo tussen 15 en 20 mensen. Ja, het begin van de periode in de Verkinsbergenstraat werden wel kleine hooghoedjes gemaakt als reclamemateriaal. Dat is een hele bijzondere. Dat is een gouden hooghoed. Die is gemaakt van stof die normaal gebruikt werd voor de koetsier van de gouden koets in Den Haag. En daar was een serie hoeden voor gemaakt. En er waren restjes overgebleven en daar heeft een van de hoedemakers een klein hooghoedje van gemaakt. Het is een nog kleiner hooghoedje, nog kleiner dan die andere. En er zijn minimale hooghoedjes, maar die kosten zoveel tijd met maken. Hier gaat evenveel tijd in zitten als een echte hooghoed. En al vrij snel heeft hij toen een Belgische hoedenfabriek overgenomen. Dat betekende in de praktijk eigenlijk alleen dat je de klanten overnam. Maar die man had heel veel export naar de Verenigde Staten en naar Canada. En ook naar Zuid-Amerika en Duitsland ook. En dat was natuurlijk aantrekkelijk. En later zijn er nog Duitse fabrieken bijgekomen die ook overgenomen zijn. En dat heeft geduurd tot 1975, dacht ik. Voor de plasticvoorraad gingen ook de voorraden van een andere handelmaatschappij, van een hoge hoedenfabriek en van de streekapotheek van de Eindhovense ziekenhuizen door brand of roet- en waterschade verloren. Daarboven ongeveer 40 miljoen sigaren, waarover dokter Meinsma mogelijk wel even geglimlacht zal hebben. De totale schade wordt op ruim boven de 30 miljoen gulden getaxeerd. Dat hoedenvak, dat vertegenwoordigingsvak, dat ging er eigenlijk een beetje uit. Dat je met je autootje bij de klant voor de deur stopte en daar je spulletjes uitpakte en je hoederen toonde en je hoeden probeerde te verkopen en je petten ook. En ik had ook andere herenmodeartikelen erbij. Dus ik zag uit naar iets anders en op een gegeven ogenblik ben ik op het idee gekomen
om op het archief te gaan werken. En dat heb ik gedaan. Ik heb mijn agentschappen afgeschreven. Ik heb me direct aangemeld bij de archiefschool, maar ik bleek dat jaar te laat te zijn. Want de nieuwe leerlingen waren al aangenomen. Maar dat bood mij ook weer de mogelijkheid om rustig mijn zaak af te bouwen. Ik had wat voorruit in huis, die moest op. Mijn huizen die ik vertegenwoordigde, die moest nieuwe agenten hebben. En dus dat kon ik mooi op gemak afbouwen en dat heb ik gedaan. Omdat in die tijd ook Jan van Oorschot begon met het project Geschiedschrijving Eindhoven 1810-1960, mocht er bij het archief een mannetje bij komen. Nou, doordat er een mannetje bij mocht komen, kon ik er zo instappen. En heb ik daar dat hele project Geschiedschrijving meegemaakt. Een hele mooie tijd geweest, waarin ik veel geleerd heb. En ik ben daar direct eigenlijk hoofdstudiezaal geworden. Want met name voor dat project Geschiedschrijving hadden ze iemand nodig die iets wist van de geschiedenis van Eindhoven. Die een beetje wist wat er ook in huis was. Ja, ik had in Eindhoven vaak op het archief gewerkt aan mijn stamboom. Onder meer ook al aan heemkunde in het algemeen. En dus ik was wat dat betreft geknipt voor dat vak. En dat heb ik 25 jaar gedaan. Het laatste jaar dat ik werkte bij de gemeente werd ik gevraagd om lid te worden van de Van Abbe Stichting. Ja, lid kon je eigenlijk niet zijn, bestuurslid was dan. Lid te worden van de Van Abbe Stichting. En Karel Vermeeren had er ingezeten en zat er nog in, geloof ik, toen. Maar die begon een dagje ouder te worden en zo zag hij iemand die wat jonger was. En ondanks het feit dat ik natuurlijk ook net voor mijn pensioen stond. Daar ben ik weer lid van geworden en daar ben ik nog steeds. Al snel daarna kwam Tony van de Bomen en die vroeg of ik mee wilde werken aan een boek dat hij aan het schrijven was over Toren. Dat was zijn eerste deel. Ik heb toen ja gezegd. En want ik wist ook niet wie het anders zou kunnen doen. Ik moest de teksten wat corrigeren als die op historisch terrein kwamen. En dat was leuk werk. Een hele leuke ploeg hadden we die daaraan meeschreef. Ja, een korte tijd daarna kwam Simon van Schoten. Hoorde ik van Simon van Schoten dat hij bezig was met een boek over Gennep. Dat leek me heel interessant, want ik wist dat er op het archief een heleboel materiaal over had. En ik zeg, ja, wat doe je met de geschiedenis van Gennep? En zegt hij, ja, dat kijken we wel in de literatuur wat daarover te vinden is. Ik zeg, ja, maar dat is zonde, want op het archief is een heleboel te vinden. Maar ik kijk wel een keer een week voor je. Nou, die week werd natuurlijk 2 weken en uiteindelijk heeft dat een half jaar geduurd dat ik met Simon en met Paul Spapens bezig ben geweest met de geschiedenis van Gennep. Een heel leuk boekje geworden. Ouders van het Huis van Eindhoven, geopend in 1952. Dat is het archief. En in 1969 is het archief verhuisd naar het nieuwe stadhuis op het Stadhuisplein. Ook weer in de kelder uiteraard. Grote nieuwe kluis. En een hoop kantoorruimte erbij, met alle mogelijke faciliteiten. En daar heeft het archief gezeten tot 2000, toen het verhuisd is naar de Vijzenstraat. Ja, hier is tegenwoordig het regionaal historisch centrum Eindhoven. De opvolger van het oude gemeentearchief, dat in 1982 een archief geworden is voor de hele regio. Ja, toen ik op het land reisde, bezocht ik wel eens een keer antiquariaten om oude boeken en prentenkaarten te zoeken. Ik was daar in geïnteresseerd in geschiedenis van Eindhoven en dan wil je dus meer weten en dan ga je op zoek. Mijn vader had een kleine collectie prentenkaarten. Die heb ik van hem over kunnen nemen op een gegeven ogenblik. En ik ben zelf door gaan zoeken om die collectie verder uit te breiden. En het leuke was dat als ik dan 's avonds thuis kwam en ik had wat kaarten gevonden, dat mijn vader dan precies huis aan huis wist te vertellen wie daar allemaal gewoond hadden. En die had er een heel verhaal omheen. En dat heeft uiteindelijk tot gevolg gehad dat ik in 1972 een boekje kon maken, Eindhoven in oude aanzichten. Eigenlijk alleen aan de hand van de verhalen die mijn vader vertelde. Toen ben ik hard gaan doorsparen, ook met zoeken op internet. En ja, dat is uitgeroeid tot een geloof dat ik iets van 7000 kaarten Eindhoven heb nou. En ja, dan kun je aan de hand daarvan kun je dus natuurlijk de opbouw van de stad zien, de ontwikkeling van de stad. Maar wat mij met name interesseerde, was eigenlijk proberen de kaarten te dateren. Dat was ook op het archief altijd een kunst. Hoe kom je erachter hoe oud een kaart is? En daarnaast iets meer te weten over uitgevers en drukkers.
Jan Sporenberg kan terugkijken op een actief en breed georiënteerd leven.